Per me è stata la vita, il ciclismo, la mia vita. È stato lo sport che mi ha insegnato a vivere, mi ha insegnato a conoscere il mondo e soprattutto a conoscere tante persone di molte culture. E per me questo è stato da subito un colpo di fulmine. Per me è stata una, diciamo, una cosa fantastica. La Doyenne, Luik-Bastenaken-Luik, is de afsluiter van een prachtig wielervoorjaar. De oudste, de lastigste en vaak ook de koudste. De editie van 1990 is de editie van Erik van Lanker. De West-Vlaming trekt alleen door berg en dal en blijft met een autoritaire solo alle toppers voor. Erik van Lanker is een klein beetje Philippe Gilbert avant la lettre, winnaar van 4 wereldbekerwedstrijden en de West-Vlaamse variant. Van de koers afscheid nemen is van Lanker nooit gelukt. Ook nu, op zijn 56ste, neemt hij met grote graagte plaats achter het stuur van de volgwagen. Steven Rooks was jarenlang een van de vaandeldragers van het Nederlandse wielrennen. Winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, de Gold Race, een toer-etappe bovenop Alpe d'Huez en veroveraar van de bolletjestrui. De Noord-Hollander was lange tijd een gesloten boek en niet de meest geliefde in het peloton. Maar nu, op zijn 57ste, praat Rooks vrijuit over hoe één bepaalde beslissing zijn leven heeft veranderd. De naam Luc Rozen doet enkel voor de echte wielerkenners een belletje rinkelen. Rozen, een klimtalent, won de Ronde van Zwitserland, maar verliet het wielrennen gedesillusioneerd in de woelige jaren 90. Op zijn 53ste werkt de Limburger terug in een fabriek en kijkt hij met gemengde gevoelens terug op zijn jaren in het peloton. Peter Winne is een verhaal apart. Koning bovenop Alpe d'Huez, eigenaar van 4 toer-etappes en schrijver van de bestseller Van Santander naar Santander. Winne is meer dan een winnaar op 2 wielen. Hij maakt muziek, voelt zich goed op de planken en lanceert ten gepaste tijde een boek. Op zijn 60ste heeft Winne wel al een stevige opdoffer moeten incasseren. Nog één keer brengen we de 4 protagonisten van toen samen op de plaats die Luik-Bastenaken-Luik een gezicht geeft. De oude staalfabriek van Cockerill aan de boorden van de Maas. Is Luik-Bastenaken-Luik de zwaarste klassieker? Diverse omstandigheden die maken veel uit. Dat en, ja. Luik-Bastenaken-Luik zat dat niet altijd mee. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik ooit een... Dat het een lekker weertje was hier in Luik. Weinig. Ja, in april kan het af en toe, of kon het af en toe nog wel eens stevig winteren. Nou, ik kan me ook niet herinneren dat ik ene keer een goed weer herinner heb hier. Ik ben altijd minder goed weer of zelfs slecht weer. Je kunt gewoon weer handhalen. Ja. De eerste keer dat ik hier reed, dat was in 1981, het was eigenlijk mijn eerste volle seizoen bij de professionals. En ik ben met mijn stomme kop de tweede bevoorrading voorbij gereden. En stond ik daar ergens alleen met een Italiaantje tussen het gewone verkeer. Ja. Op Luik aan de koers. Had je maar afgedraaid in de bevoorrading. Ja, precies. Maar ja, die routine die heb je dan nog niet. En toen ben ik met dat Italiaanse, coureur in. Zijn we naar Luik gelift in een transitbus en die vervoerde grasmaaiers. Meen je dat? Ja, serieus. Dus die fietsen op die grasmaaiers en wij op die fietsen. Ja, het was... In dat bus, in die transitbus, dat was het verdomme nog kouder dan buiten. Ja. Hai le chiavi della macchina? Hai le chiavi della macchina, c'ho quella roba, ma tanto... No, non mi manca lo sport del ciclismo perché lo seguo, mi piace guardarlo. Non mi manca perché non vado in bicicletta, non mi manca come sport perché come sport alternativo corro a piedi, attività fisica la faccio sempre, quindi corro a piedi. Il ciclismo è uno sport difficile dove devi essere sempre allenato per poterti divertire.
andare fuori e dover fare troppa fatica perché non sei allenato non mi piace. Non ero un grosso corridore, un grosso specialista, un grosso corridore da un certo tipo di corse o per corsa a tappe, o per corse di un giorno, o per cronometro, per pista. Quindi diciamo che mi sono un po' arrangiato e ho ottenuto dei buoni risultati che... Ma hai un palmarès incredibile, no? Ho sempre lottato. Ho sempre lottato cercando di confidare su quello che potevo fare. Non ero sicuramente il più forte. Kijk, en er is afscheiding, hè? Ja, ja. Een groepje van een dikke 10 man en daar is toch wel een gaatje gevallen. Wat dacht je, Steven? En Peter was er ook bij. We zijn hier weg met de groep. In principe denk je dat wel, ja. Op dat moment, misschien was de groep iets te groot. Vaak is het, wat je vaak had gezien, van, zijn er 4 tot 5 tot 6 man die dan wegrijden. Die tweede groep is eigenlijk nooit ver achter geweest. Nee. Dus op het moment van twijfeling, ja, als dan is het in één keer samensnelling. In principe, als de grote namen samenwerken, komen ze nooit ja, meer terug. Ja, nee, gelijk dat Steven zegt, als er met 12 zijn, ja, dan gaat je altijd misschien een man of 3, 4 hebben die niet rijden. Ja, dan denken die andere 8 ook van, ja, wij zijn hier onze nikkel aan het afdraaien. Ja, ja precies, want als je die zit erbij, ik zit erbij, Steven zit erbij, dus de nadruk werd, wij moesten op kop rijden. Ja, Peter, heb jij op kop gereden? Ik heb niet op kop gereden, nee. Ja. Ik heb gewoon een klein beetje niet op kop gereden. Ik vind dat je goed gedaan hebt. Nee, hoeft ook niet. Ja, precies, dat hoeft ook niet. Nou, nee, daar kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn. Ik zat er echt helemaal doorheen. Zat je er door? Ja, nogal. Mooi dat. Dat zien we graag, Eddy. Ja. Absoluut. Luc Rozen. Teruggekomen uit de achtergrond en ik kan u nu de samenstelling geven. Teunissen, Leclerc, Alcala, Winnen, Rooks, Kvalsvol die nieuw is. Danes, Argentin, Criquelion, Roach die er nieuw bijgekomen is. Bugno, Luc Rozen, Robert Miller, Yvon Mathieu, Martin Early, Erik van Lanker, ook mooi. En Miguel Indurain. Een aanval van Erik van Lanker. Mooi. Ja, de Belgen gaan meespelen. Ik heb het gisteren in Sport op zaterdag gezegd. We brengen u vanavond in Sportweekend de Belgische winnaar. Het is 12 jaar geleden dat er nog één heeft gewonnen. Robert Miller. Hier Argentinië. Ja, die ziet nu toch wel een beetje... Wat moet hij doen? Ja, dat is goed gezien natuurlijk van Van Lanker. Omdat hij weet dat Argentinië op Rooks en Teunissen rijdt. En nu dat Van Lanker weg is, gaat Rooks en... En toen is ze natuurlijk niet meer aan de leiding rijden. Was dat jouw snelheid? Ja, was ik kreeg op kop en ja, hij komt van rechts gepasseerd. En, ja, dan, is het, op dat moment kon ik eigenlijk ook niet reageren. Ik kreeg wel op kop. Normaal gezien, die op kop rijdt, reageert sowieso niet. Maar je moest al van goede huizen zijn voor mee te zijn. Ja. Was dat Peter binnen op dat moment? Toen zat ik het. Ja, ik zag Erik wel vertrekken. En dat was behoorlijk fel, moet ik zeggen. Ik denk, nou. Nou. die is een aardig in orde. Ja. En trouwens, het was niet mij. Steven die was natuurlijk. Die beschermde de vlucht van Erik. Ik denk dat hij op dat moment in de finale echt de beste benen had. Dus, het was lang niet zeker dat hij won. Maar. Ja, goed. Als je helemaal lijkt naar beneden rijdt, dan toen was het wel duidelijk. Eigenlijk was ik eigenlijk maar bijna zeker als ik helemaal beneden was. Dat was nog een 3-tal kilometer, was wel nog tegenwind. Maar dan was ik... Daar durfde je wel altijd tegen jezelf zeggen, ik ga Luik Bastenaken laten winnen. Ja, als ik niks meer tegenkom nu, ben ik maar bovenop Lefors was ik nog niet 100% ja. Zeker. Op een goede 10 kilometer van een tweede wereldbeker succes. En nu, met alle respect voor de gold race, maar toch Luik Bastenaken Luik hoogt toch nog altijd mooier op een erelijst, denk ik. Erik van Lanker, bijna 29, wint Luik Bastenaken Luik, 12 jaar na José Bruyère. Dolgelukkig inderdaad, die je zou voor minder. Hè. Absoluut.
Penso che non sia facile vincere la Liegi. Per me è stato facile perché... Facile, non facile. Per me è stato, diciamo... Sono arrivato quattro volte nel podio, quattro volte nel gradino più alto, perché credo che la mia fortuna sia stata la mamma, diciamo, natura, che mi ha dotato di queste caratteristiche. Le grandi corse a tappe come Giro d'Italia, come Tour de France, come Vuelta, sono, diciamo, le corse che ti danno più notorietà. La mia mamma non mi ha dotato di caratteristiche come la cronometro, come essere un grande scalatore, quindi ho cercato di realizzarmi su quello che io potevo veramente fare. La svolta per me è arrivata nell'84, quando ho provato a vincere un giro. Un giro molto facile, è quello che ha vinto Moser, io ho fatto terzo, e ho capito che era meglio che mi occupassi delle corse di un giorno. E quindi ho impostato anche la mia preparazione per quelle gare. Quindi mi sono specializzato su quello. Sarà un giorno più bello che il giorno in cui è diventato campione del mondo? No. No, diciamo, quello è stato un giorno magico, perché, sai, io sono stato, ho accompagnato mio papà tante volte a vedere le corse, quelle più importanti, e sentivo l'emozione che lui aveva quando parlava di grandi campioni come Gimondi, come Adorni, che hanno vestito la maglia iridata. E io veramente non pensavo di fare questo, però... posso dire che l'emozione di vestire una maglia è una cosa strepitosa. Per me è stato come toccare un dito, il cielo con un dito, ed è un ricordo che non potrò mai, mai, mai dimenticare. Laatste krachtinspanning in Argentin. Montem moet eraf. Argentin, Moreno Argentin is de nieuwe wereldkampioen. Prachtig, verdiend. Het was wel iemand die zich ontzettend kon focussen in elk geval. Hè. Ja, dat waren extra momenten in het jaar die zo planden die zijn seizoenen. Ja. Met wie reed je het liefst naar de meet? Bugno of Argentin? Ja, ja. Het hangt een beetje af. Op het vlakke had ik met Argentin wel aangedoen, maar bergop niet. Bergop was je explosiever. Dat heeft hij mij etterlijke malen bewezen. Ja. Ja. Toch al het weer op, hè? Ik zou nu... Ja, hij was ook rap, maar op het vlakke was hij. Ja, was hij, als ik hem minder rap. Argentin iets. Intensief sneller was. Intrinsiek sneller was. Bugno was meer. Op de macht. Op de macht, ja. Ja, weet je, als hij. Dus de ronde van Italië kan winnen van dag 1 tot de laatste dag in de trui. Ja. Dat was ook in 90. Niet slecht. Weet je, ja, dus dan. Dan kan je. Dan ben je toch. Dan ben je geen kruk. Dan ben je geen En hij was gewoon. Hij had echt van die momenten dat hij een molen kon draaien. Man. Het zag er ook fantastisch uit, moet ik zeggen. Echt een stylist ook wel. Ja, klopt. Ja. Echt wel. Ja. En een hele aardige. Dat wil ik net vragen. Was het een fijne vent of een fijne vent om mee voorop te zitten? Aan de ene kant, maar ook mee te communiceren. In welke zin? Ja, gewoon heel normaal. Heel bescheiden. Heel bescheiden jongen. Ja, bescheidenheid. Quale vittoria era per lei la vittoria più grande? Nessuna. Nessuna, perché ti faccio un esempio, come dire ai due figli qual è il migliore. E ti faccio un altro esempio. È più importante la prima vittoria che fai quando sei giovane o un campionato del mondo? Sono uguali, non cambia niente.
Ti faccio un altro esempio, correre in bicicletta, e cos'è correre in bicicletta? Essere in tanti e arrivare primi su una riga. Tu arrivi prima e hai vinto, quello che succede dopo è l'importanza della gara che ti cambia, ma tu alla fine cosa fai? Tu sei in mezzo ad altri tuoi colleghi che corrono insieme a te, che lottano per arrivare prima di te su quella linea. Se poi tu guardi quella strada lì, dici sì, questa è la striscia per terra, la guardi, sì, è quella. Steven, jij zei, ik vond Luik Bastenaken de mooiste klassieker. Ja, omdat je zelf hebt gewonnen. Ja. Dus, het was ook de eerste keer dat ik deelnam in 83 en dan win je gelijk. Dus dan heeft Luik Bastenaken wel iets speciaals voor jezelf. In de finale kwam je ploegleider naast jou. Briek Schotten. Briek Schotten was op dat moment ook ploegleider. Dus die trad af en toe op. En Briek was een man van niet te veel woorden. En er was één moment dat Briek gedrukt heeft, want Brief was ook niet een held in de auto, waardoor hij het peloton is gepasseerd, bij mij is terechtgekomen. En het enige wat hij zei, dat hij passeerde, ik ga hoe. Dat was de enige communicatie die er is geweest. Waar ik dacht van ja, ik rij voorop, dus volgens mij gaat het wel best wel goed. Ja. De andere kant was dat ik op de borden van de motards zag van wat mijn voorsprong was. Maar ik wist mijn god niet wie achter mij reed. Dat heb Briek niet eens gezegd. Brooks is 22, is vorig jaar in de hertwedstrijden gebuist in de ploegpost en zat het voor enkele weken nog in de wachtkamer bij de Gribaldi. Brooks verzwakt niet en haalt zijn eerste klassieke overwinning binnen. Alleen tegen allen, zelfs zijn sportdirecteur, heeft hem al die tijd met rust gelaten. Na Jan Raas in de Ronde van Vlaanderen, Leo van Vliet in Gent-Wevergem, Henny Kuip in Parijs-Roubaix, weer Holland boven met Steven Brooks. Hoe kennen jullie hem? Steven Rooks. Ja, ik heb een aantal jaren met Steven in een ploeg gereden. En dat was nog jouw gesloten periode, zal ik maar zeggen. Ja, ik vind dat ook. Hij was heel gesloten altijd. Als ik hem nu over vertel, hij is precies een open boek geworden nu. Dus ik kan hem echt niet meer vergelijken. Van ja, was hij zo anders? Ja, hij was de man van weinig woorden eigenlijk. Ook als we Stroef. Een paar keer samen op de camera. Niet zo heel veel, maar niet vaak. Was niet de man die, een keer of twee, drie keer, volgens mij. Ja. Dat was niet de man die hele verhalen vertelde. En dan, als ik hem nu bezig hoort, ik kan hem de dag vertellen. Het valt me dan niet meer stil eigenlijk. Gelukkig wel af op zijn tijd. Nee, maar ja, vroeger, gelijk als je zegt, was je toch meer gesloten. Ja, met je eigen persoon bezig. En nu, Waarom was je zo gesloten, Steven? Ja. Ik denk dat het te maken heeft met een stukje opvoeding aan de ene kant. En ook met dat je in een wereld terechtkomt. Ik ben pas op 18-jarige leeftijd met wielrennen in aanraking gekomen. Dus het was wel vrij laat. En aan de andere kant het besef van je vecht voor jezelf om iets te bereiken. En nog niet beseffen dat je dat ook met meerdere mensen moet gaan doen. Dus je was heel erg op jezelf geconcentreerd en gefixeerd. Was dat ook de reden dat Post niet met jou verder wilde naar Gelre of zo? Dat je te eigenzinnig was in de koers, hè? Daarom ben ik toen ook. Ik heb natuurlijk op een gegeven moment een aantal dingen binnen de ploeg gedaan die niet gewenst waren. Heeft daar een voorbeeld van? Ja, Kneteman reed lek en ik wachtte niet. Terwijl hij dat zei en Post kwam ook nog een keer met de auto langs, die moet wachten. En jij deed het nog niet. En ik deed het. Dus dat zijn voorbeelden van aan de ene kant hebben ze iets terechtheid. Maar aan de andere kant heb je ook je eigen ambitie en visie. En daar hield ik me star aan vast. Er is een moment gekomen dat je helemaal gekeerd bent, hè? 180 graden eigenlijk. Ik was getrouwd en ben in 94 in scheiding geraakt. Dus eigenlijk in het einde van mijn carrière. En toen ben ik heel diep in mezelf gekeerd van wat is nu belangrijk in het leven? En tot de conclusie gekomen dat wielrennen wel een bepaalde factor daarin is geweest, maar niet het allerbelangrijkste. En dat dacht ik op dat moment wel. Ja.
Daardoor is het ook misgelopen en ben op zoek gegaan naar mezelf. Heb daar ook een therapeut voor bezocht, anderhalf jaar lang, wekelijks. En dat heeft mij uiteindelijk doen openen, zeg maar. Ook, misschien innerlijk wou ik het wel, maar wist niet hoe dat moest. Hoe komt het dat die scheiding, de beslissende... Misschien heb ik iets keihards nodig, hè, om daadwerkelijk te realiseren. Aan de ene kant is wat je weggooit misschien wel, aan de andere kant, ja, zo kan ik ook niet verder leven. Vind je van jezelf wat jij het hebt weggegooid? Ja, de schuld ligt niet alleen maar bij mij. Maar het heeft mij wel doen denken, zeg maar. Dit is Peter Winne, jarenlang de kopman van de ploeg van Peter Post. Winne vertelt dat hij op een bepaald moment niet meer zonder testosteron verder kon. En het verboden middel dus gebruikte. Hij ging verschrikkelijk kapot in de Alpen. Dat jaar was bovendien het laatste van drie verschrikkelijk slechte jaren. Ik had eigenlijk de keuze tussen ofwel naar huis gaan, gewoon naar huis vertrekken, uit die wedstrijd verdwijnen. Of me laten verzorgen met een geëigend medicijn. Namelijk? En dat was een testosteronpreparaat in die tijd. Een middel wat herstelvermogen zodanig bevordert dat je daardoor weer op hetzelfde niveau kan presteren. Was dat makkelijk om dat toe te geven, om dat te zeggen? Ja, wat heel makkelijk. Het was in die tijd. Was dat milieu zo gesloten? En we waren toen al lang niet meer in. We waren al even toen al 5 jaar gestopt. In het wielrennen. 99 was dat. Ja. Maar je moet er toch eigenlijk wel durven hebben om het te zeggen. Ja, natuurlijk. Er was een flinke reactie op. Dus niet een dank afgeweest, zou je wel kunnen zeggen. Maar het was toen eigenlijk al lang een geheim meer dat die sport totaal aan het ontsporen was. En dat vond ik eigenlijk het meest pijnlijke om te zien. Dat, dat is een sport was eigenlijk dat een beetje naar de galmetjes ging. Ja. Maar die waarschuwing was op dat moment nog niet geplaatst, omdat ze waren er nog niet klaar voor. Ze waren er volop mee bezig op dat moment. Mensen uit het milieu die je opbelden bij wijze van spreken? Nee, niet eens opbelden, maar die je wel, als je later tegenkomt, dat ze je negeren. Weet je, dus je voelt wel dat, terwijl aan de ene kant de vertaalslag voor mij was over mezelf. En ik heb nooit een ander genoemd. Ik zal nooit een ander benadelen. Maar het was puur gevoelsmatig. Er moeten veranderingen ontstaan en komen. En we moeten daar proberen meer openheid in te geven ten opzichte van hetgene wat uiteindelijk waar een scherm om erheen lag. Vond je dan dat bijvoorbeeld tot en met EPO zijn intrede deed in het peloton, dat het op de een of andere manier nog binnen de perken bleef? In onze tijd werd heel veel met cortisone gewerkt en met hypofysehormonen en dergelijke. En als dat niet goed werd gedoseerd, dan kwam je echt helemaal te voet of geparkeerd te staan. Dus je kon ontploffen. Je had wel eens met die hele grappige toestand te maken dat renners zichzelf al uitschakelden. Weet je? En beter kan je dat dan niet. Een compleet aanwerkseffect. Ja, precies. Dus, en ook die hele mystiek eromheen. En het zat hem in het gebaar, het zat hem vaak in het. In het verhaal van de soigneur, want die kon je echt heel hard doen fietsen. Alleen al met een placebo. Je spoot iemand 2 cc gedestilleerd water in zijn billen. En je hield er een verhaal bij. Een manneke, vandaag gaat je rap koersen en dan... En je koerst te snel. Dan is dat een soort romantiek? Ja, precies. Het was echt nog te pruimen. En het was in die tijd van meedoen met... Met EPO en groeihormoon, er was iemand die tegen mij zei van ja, je hebt 3 keuzes. Ofwel blijf je rijden gelijk dat je nu rijdt, ofwel stop je met koersen, ofwel doe je mee. Ik heb toen gekozen voor het eerste dan, rijden gelijk dat je nu rijdt, maar ja, je rijdt geen uitslagen niet meer. Nee, het had jou uitslagen en geld kunnen opbrengen, hè? Ja, maar... Als je daar beslist om daar dan mee te doen. Ja, maar ja,
Ik heb dat toen ook thuis tegen mijn vrouw verteld en zij zei van ja, dan heb ik liever dat je, ja, gelijk dat je nu die keuze neemt van hoe dat blijf rijden, hoe dat je nu rijdt. Maar ja, ik kreeg geen voldoening niet meer. Nee. In mijn eerste 5-6 jaren zou ik zeggen ik van daar op die berg, daar ga ik aanvallen. Maar mijn laatste 5 jaar zei ik van ja, op die berg, daar rijden ze er mij vanaf. Maar je koest er geen wrok? Nee, 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 helemaal niet. Ik heb, ja, gelijk dat ik zeg, ik heb het maximum eruit gehaald. Ik was desnoods misschien nog 5-6 jaar langer prof geweest. Een ander palmarès gehad, maar ja, het is zo. Ja. Dat hoofdstuk is ja, afgesloten en dan begint een nieuwe hoofdstuk. Ja. La voce è flautata con Alberto, è tornata flautata. Benissimo, allora andiamo a goderci queste immagini su Davide Cassani e Gianni. La Marcord di questa settimana è dedicato a due personaggi di grande talento che appartengono alla storia del ciclismo. Sono i nostri ospiti, sono Gianni Bugno e Davide Cassani. Rivivere le loro imprese significa compiere un salto all'indietro già di un quarto di secolo, 25 anni o anche più. Gianni Bugno è davvero tra i più grandi di tutti i tempi. Vero che non ha mai voluto rivedere in televisione le sue vittorie? Sì. Perché no? Perché non mi piace. Non mi piace. Speciale? Non sono io, non mi piace. Non mai. È passato, non mi piace la mia voce, non mi piace come suono, non mi piace. È passato e è chiuso per lei? Sì. La vita è fatta di cose che tu puoi fare fino a una certa età e che dopo non puoi più fare. La vita è un salire su dei gradini e poi scendere. Se tu arrivi a un apice e poi devi scendere, lasciare il posto agli altri. Non è che tu devi pensare di rimanere sempre su lì, devi pensare di scendere anche. Quello che io cerco di spiegare a quelli che corrono, a quelli più giovani, è che la vita va avanti, cioè non è che finisce con la bicicletta. Una volta correvi in bicicletta e pensavi solo alla bicicletta, ma oltre alla bicicletta ci sono tante cose. E quindi questo è importante pensare che la bicicletta non è tutto, c'è tutto un mondo che gira attorno. Was het voor jou moeilijk om na je carrière je draai te vinden? Ja, laten we zeggen dat het in het begin toch niet gemakkelijk was. Dus op het einde van mijn carrière, ik woonde dan in Tiegem, heb ik een kruidenierswinkel begonnen. Een kruidenierswinkel? Een kruidenierswinkel, ja. Dat was via een vriend van mij. Opmerkelijke move. Ja, ja. Goeie move, achteraf bekeken? Ja, dat was een van mijn slechtste moves eigenlijk. Bedoel, ja, je hebt een bepaalde trainer, heb je een bepaalde vrijheid. Bedoel, ja, je moet natuurlijk klaar zijn voor die wedstrijd, je moet trainen, maar het is niemand die zegt ik ga 's morgens trainen, 's avonds, of je hebt nu een bepaalde vrijheid. Ja. Dus na mijn carrière ben ik dan die winkel begonnen. Het was een heel bloeiende winkel eigenlijk, maar ik voelde mij zo opgesloten. Ik moest om 's morgens om 6 uur in die winkel staan, tot 's avonds om 7 uur, en dat heb je nog niet gedaan, want dan moet je alles nog opkuisen en zo. Je staat ook de hele dag te samen met die vrouw, iets dat je het verleden ook nooit gedaan hebt, want je bent week weg en week thuis. En ja, dan ben ik beginnen trouwens weggaan. Ik reed dan met een Harley Davidson, met een motor. Ik ben weggaan met een motor en ja, oké, van het een komt het ander en ja. Vertel en is ook eens de scheiding van gekomen. Hè. Ja. Ja, omdat je te vaak wegging, je dronk al eens graag een pintje. Ja, maar ook het gevoel van die opgeslotenheid. Dat was ik voelde mij, zoals Steven de Ruijs gezegd heeft, hij voelde hem ook niet goed in zijn vel. Dus ik voelde mij zeker niet goed in mijn vel. Het was niet de beste periode uit jouw leven? Dat was niet mijn beste periode. En oké, dat is ook. Ik heb die winkel ook niet zo lang gedaan eigenlijk. Ja. Ik vond het ook niet zo makkelijk. Kijk, wielrennen, dat is een zware vak, maar het is ook een heel makkelijk vak. Het is zo enorm gestructureerd. Alles ligt vast. Je weet precies wat je moet doen. En, dan stop je zo mee en dan blijk je ineens tegen een gat aan. Dan zit je, ja, kijk, tegen een gat aan van ongeveer 15 jaar lang. Van, dus je hebt er ook even tegen aangekeken? Ja, dat je alleen maar die oogkleppen op hebt gehad. En,
Was het afkikken van jou? Ik heb echt een cold turkey gehad van hier tot Gens. Afkikverschijnselen? Echt afkikverschijnselen, ja. Ja, en jezelf ziek, echt ziek voelen. Terwijl je helemaal niet ziek bent. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb hem niet echt in een zwart gat gevallen. Ik had dan die beslissing genomen om die winkel te beginnen. Oké, dat is een beslissing die je neemt en op dat moment denk je dat is een goede beslissing. Achteraf is dat gebleken dat dat niet een goede beslissing was. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik echt in een zwart gat gevallen ben. Mag ik zeggen dat het op privévlak voor jou een hobbelig parcours is geweest na de carrière? Ja, het is wel een beetje een hobbelig parcours geweest, ja. Ja. Dus een scheiding. En dan daarna, enfin, dan was ik niet getrouwd, maar dan heb ik nog een keer uit elkaar gegaan. Dus ja, dat is toch wel een beetje een hobbelig parcours. Ja. Ja, iets wat ook al vaker teruggekomen is in deze reeks, is mensen die door omstandigheden, zoals je zegt, uit elkaar zijn moeten gaan of meerdere keren uit elkaar zijn moeten gaan. Dat kost ook wel altijd een bom geld, heb ik ondertussen gemerkt bij vele mensen. Ja, uiteraard. Is dat zuur? Ja, het is ook niet plezant. Hè. Als je hebt er enorm voor gewerkt, je hebt er voor in ons geval dan voor gefietst. En ja, oké. Okay, dus scheiding is altijd, ze zeggen scheiding is lijden en dat is ook zo. Er is niemand die een scheiding financieel beter van wordt. Ja, je had misschien een ander leven kunnen hebben of zit je daar niet te veel mee? Probeer je daar bewust niet te veel aan te denken? Ja, financieel misschien wel, maar ga je dan gelukkig zijn? Dat is dan de vraag. Dus ik denk, de eerste plaats is toch wel dat je moet gelukkig zijn en dat je goed in je vel moet voelen. Zit je nu goed in je vel? Ja, ik voel me goed in mijn vel, ja. Ja. Quando finiamo l'attività, ci sembra facile conquistare il mondo lavorativo, ma non è così. È un mondo nuovo da conoscere e da capire. Noi siamo stati degli animali quando correvamo, perché non abbiamo fatto cose normali. Abbiamo fatto delle cose come fanno gli animali nel bosco, no? Chi sopravvive? Sopravvivono le bestie più feroci. Noi siamo stati per tanti anni, ci hanno insegnato questo. Poi lo sport è finito e c'è la vita. La vita è ancora più difficile perché troviamo tante belle persone in giacca e gravata, però quelli sono gli animali più feroci che bisogna noi sportivi stare molto attenti. Ma sai, nella vita tutti abbiamo dei momenti difficili, tutti. E anch'io ho avuto un momento difficile lavorativo dove le cose che hai sognato, che hai pensato, non si sono potute realizzare. Tu hai un grande sogno di fare nel mio lavoro, di costruire delle cose nuove, uniche, e questo magari ti viene impedito. Impedito per cosa? Per l'invidia, per la burocrazia, per tante altre cose che le ho imparate dopo. E quindi magari i tuoi risparmi, quello che tu hai creduto, io ho messo una fiche, diciamo così, ho creduto su un progetto dove ho investito tanto denaro e non è stato possibile realizzarlo, beh, pace, fine. Però lo sport ti costruisce questa caratteristica di riuscire a cadere ma anche a rialzare. Torna qua, dai, ehi, Otis! Ma il cane mi piace perché ti... quando capisce che tu sei il suo amico, ecco, lui non ti abbandonerà mai. L'animale, quando l'animale capisce che tu sei veramente il suo amico e gli vuoi veramente bene, lui ti dà la vita. No, terra. Guarda di come gioca, guarda. Io ho un affetto con lui che non... Sì, farò fatica a abbandonarlo per questo. Il cane ha un... A differenza di un umano, non ti abbandona mai. E ti dà la vita per stare vicino a te.
Mogen we zeggen dat jij een atypische coureur was? Van hoe je in elkaar zat en wat je bezig was? Ja, dat zeg ik me wel eens. Dat zei men meteen al in het begin. Nadat ik mijn eerste rit gewonnen had op Alpe d'Huez, toen waren er een aantal Nederlandse journalisten op de hotelkamer. En ja, die vragen dan, wat doe je? Nou, ik lees s'avonds wel een boek en wat dan? En dan noem je een paar auteurs. En dat, dat was in die tijd nog niet echt gemeengoed. Zoals? Wat las je dan bijvoorbeeld? Ja, een van mijn favoriete auteurs in die tijd was Gerard Reven. Nesquio, ja goed, Moelis ook, Marnix Gijssen. Niet iets wat een journalist van een coureur verwachtte, met andere woorden. Nee, ja, goed, het cliché ging toch ook al in die tijd dat een coureur die praat, dat gaat over koers en over geld en over vrouwen, wat voor een groot gedeelte ook waar was. En daar had ik ook absoluut geen bezwaar tegen om het er ook over te hebben. Wat vind jij dat je het meest bent, coureur of kunstenaar? Ja, in die tijd was ik toch wel coureur, vond ik, ja. Het was een jongensdroom, hoewel ik wel van tevoren wel redelijk geworsteld heb als adolescent. Ik wist niet, op een gegeven moment niet eens meer of dat ik nou links of rechts af moest. En of dat het nou de sport moest zijn of dat mijn leven een andere wending zou hebben moeten nemen. En eigenlijk had ik min of meer geluk. Dat ik na mijn opleiding werkloos werd. En toen heb ik me vol op het wielrennen kunnen storten. En toen ging het ook gelijk. Met succes, hard. Absoluut. Ja. Je hebt boeken geschreven, je hebt theater gemaakt, je hebt ook muziek gemaakt, je hebt al van alles gedaan. Er is één boek dat bejubeld wordt langs alle kanten, van Santander naar Santander. Waarom is dat het meesterwerk? Ja, meesterwerk. Ik heb het al geschreven met het idee op de achtergrond van het moet geen typisch wielerboek worden. Het is eigenlijk het verhaal van een jongetje die graag wil gaan wielrennen. En er gebeuren van allerhande dingen, zoals het winnen van een paar bergritten en dergelijke. En ja, die zich af en toe toch wel wat dingetjes afvraagt. Ja. Heb je nog een beter werk in je, denk je? Ik denk dat ik sowieso niet meer autobiografisch ga werken. Ik loop wel met ideeën rond voor fictie. En, sowieso dat schrijven. Het is, het is op een bepaalde manier ook een heel eenzaam iets. En wat dat betreft lijk ik op Steven in zijn jongensjaren. Dat introverten en dat... Op jezelf zijnde. Ja. Ik kan heel gelukkig zijn als ik in mijn eentje voor een toetsenbord zit. A me è importante, mi ha affascinato la barca perché quando sei fuori e senti il vento, senti il rumore del vento, mi piace ascoltare il rumore del vento, chiudere gli occhi e ascoltare il vento cosa ti porta, è una sensazione di libertà, di sogno, di bellezza e di natura, quindi uno si sente, come si dice, un animale libero. Naturalmente in base all'età e in base alla forza che io ho mi sono avvicinato a un nuovo hobby che sarebbe la vela, la barca a vela, e quindi mi sono specializzato nel studiare per poter condurre una barca a vela, capire i venti come arrivano. Cioè, io sono un uomo di mare, abito vicino al mare, devo sviluppare questo e quindi mi ha appassionato questa conoscenza. E ho fatto i miei corsi finché ho acquisito, diciamo, la patente per poter condurre una barca oltre le 12 miglia.
Perché una persona decide di diventare pilota di elicottero? È perché non gli piace fare il direttore sportivo, perché non gli piace andare sulla Luna, perché non gli piace fare il dirigente d'azienda. Ho scelto questa attività perché... Perché una persona decide di diventare pilota di elicottero? È perché non gli piace fare il direttore sportivo, perché non gli piace andare sulla Luna, perché non gli piace fare il dirigente d'azienda. Ho scelto questa attività perché mi piaceva. Quando era posto di scrivere mi piace, perché mi piace volare, solo mi piaceva vedere volare gli elicotteri quando ero piccolo, quando facevano gli aerei, io volevo fare l'Accademia Aeronautica, non ci sono riuscito perché poi ho fatto sport, quindi mi sono dedicato a tempo pieno allo sport. Durante l'attività agonistica mi è ritornata, mi sono prefissato, quando il mio mestiere di corridore è diventato lavoro, ho deciso che il mio prossimo mestiere sarà fare il pilota e adesso è il mio mestiere che è un po' un lavoro. E perché un elicottero e non un aereo? È più complesso, un po' più... mi dà... è un fascino. Hai molto lavoro? È normalmente incasinata. Un giorno sei qui e l'altro giorno sei là. Non so come lo dici, gitano, zingaro, sono abituato così. È difficile? Lo ero fin da giovane, lo sono ancora tuttora. È difficile per la famiglia? Difficile per la famiglia è abituata. Mi sopportano di più così, perché mi vedono meno, quindi mi sopportano meno. Ja, je moet als wielrenner moet je eerst maar een vrouw zien te vinden die zo'n idioot voor mij staat natuurlijk. En ja, je hebt, ik denk dat het wel belangrijk is dat je wel een stabiele rugdekking hebt, laat ik het zo maar zeggen. Dat je evenwichten kunt ontplooien. Ik bedoel dat je in elk geval uit kunt huilen als een dag niet goed gegaan is. Het kwam werkelijk als een donderslag bij heldere hemel. Dus het bericht dat ze ongeneeslijk ziek was en dat ze nog maar beperkt tijd te leven had. En dat viel nog nagenoeg samen met het begin van Tour de France van 2012. Dus elke keer als er een Tour de France begint, dan... Denk je dat? Dan komt die hele geschiedenis weer terug. En, maar het is zo'n proces naar het overlijden toe. Het is echt niet alleen kommer en kwel, hoor. Je komt op een andere manier bij elkaar die je gewoon niet voor mogelijk hebt gehouden voordien. Ik dacht dat wij elkaar echt als twee individuen zagen, die elkaar ontzettend veel ruimte gaven. Wat ook zo was, maar dat je toch zo zo verweven bent. Dat ervaar je in zo'n rouwproces soms als een soort fantoompijn, weet je wel. Pijn aan iets wat er niet meer is, maar wat... voelt alsof het er nog wel is. Door die heftige ervaring van het overlijden van mevrouw ben ik sowieso een stuk milder, of mijn ambitie is een stuk getemperd naar... Relativeert alles. En tegelijkertijd krijg je ook weer een onnoemelijk optimisme in je. Maar om dat nou direct te zeggen van nou, ik wil dit of dat realiseren, dat heb ik nog niet...
dan zie je dat nog niet direct. Eigenlijk kan ik alleen maar in heel algemene termen praten. Van, je probeert het goed te leven, het schoon, het goede en het ware na te streven. En, ja, meer kan ik eigenlijk dat niet zo zeggen. En gewoon een heel aardige mens proberen te zijn. Een liefdevol proberen te zijn voor je naasten. En trouwens, zo breed mogelijk voor iedereen eigenlijk. Di persona è Gianni Bugno? Chiusa. Sono uno che parla poco, non mi piace stare in mezzo al pubblico, odio la confusione, odio le feste, odio, per dire, le cene, odio, mi piace stare molto da solo, introverso. Non è che sono misterioso, tanti mi dicono che sembro un lupo solitario, non so, dicono così, però sì, sono solitario, più che misterioso. Amo la solitudine, sì. Vivo la giornata, so quello che devo fare, però non è che... Penso che sarà così, sì, sarà così fino alla fine, penso. Vedremo. Ha avuto paura di avere l'obbligo ogni mattina di alzarti e andare a timbrare un cartellino a lavoro. Io ho avuto la fortuna di non dover far questo e quindi mi ritengo un uomo felice e libero. Questo è stato gli anni che ho passato nel ciclismo è stata veramente degli anni liberi. Decide lui quello che vuole fare, decide gli allenamenti, decide la propria vita e quindi quando ci imprigionavano un po' e ci dicevano quello che dovevamo fare io andavo via di testa. La libertà se la deve anche godere, però deve anche essere indipendente per essere libero.